Toch maar naar de wat makkelijker... Oh! Science and Research. Wait a second. We hebben een nieuw sector unlocked. Open. Starting Advanced Genetics. Yo kijkers van Duffy Games. En leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Space Astronomy. We gaan vandaag weer lekker verder. Heb jij er zin in? Klik natuurlijk eens even op dat duimpje omhoog. Ben je nieuw abonneer? Welkom. Voor de mensen, de airco's staan nog steeds uit. Mocht je wel een ruisje horen. Want ik zat zelf ook te luisteren dat ik denk van, wat is dat nou? Dat is dus deze generator. Deze generator maakt daadwerkelijk een soort van geluid, zeg maar. Dus ik denk van, wat hoor ik nou? Maar in ieder geval, dat is dus de generator. Maar goed mensen, in deze warmte neemt Duffy speciaal voor jullie op zonder een airco. Nou, ik ga je één ding melden. Als dat geen duimpje omhoog waard is, mensen, dan weet ik het ook niet meer. Right? Is toch zo of niet dan? Nou, dat dacht ik. Ik wil even kijken hoeveel we eigenlijk hiervoor nodig hebben om hier een blok van te maken. Want namelijk net 15 erin zitten. Hoeveel hebben we nu nog erin zitten? 6, dat betekent gewoon daadwerkelijk 9. Doe ik er nog even 3 bij in, want ik heb misschien de moeite te doen om het op een andere manier eruit te krijgen. Goed, vandaag gaan we in ieder geval natuurlijk weer bezig met hier en daar wat questjes te voltooien. Want dat moet gebeuren. Ik vind het ook overigens leuk om te doen. En op die manier leren we natuurlijk ook lekker het modpack kennen. We hebben hier nog een blok of iron. Laat zetten we even om. There we go. We hebben natuurlijk een iron hammer gemaakt. Ik ben wel heel veel benieuwd. Of deze hamer al gewoon werkt als een gewone hamer. En nu hoor ik je denken, ja, Duff, het is een hamer. Dus dan werkt het als een gewone hamer. En die moet je niet zo bij de hand gaan doen, nou, oké? Maar dit werkt net zo. Maar kan ik ook dit nog aanpassen met V of met C of met B? Nee. Oh, met N? Nee. X, Z? Nee, oké. Dus dit kan echt gewoon... Oké, lachen. Dit kan dus wel gewoon... Oh, dit is ook flinke durability zo te zien. En dit ding kun je natuurlijk ook nog upgraden, hè? Je ziet ook, hij heeft nog 3 modifiers left. Dus we kunnen er... Weet ik veel, durability opzetten, diamondjes opzetten, noem het allemaal maar op. Is allemaal gelukkig natuurlijk voor nu niet nodig, want we gaan nu eerst niet minen. Maar het belangrijkste is, het werkt. En daar ben ik al enorm blij mee, zoals je wellicht begrijpt. Het ding laten we dus even leeglopen, want dat kan inmiddels wel toppie. Of is het nu wat anders wat erin zit? Oh, dit is wat anders. Dan moet ik er dus eigenlijk 3 aluminium in douwen. Dat had ik even niet door, maakt helemaal niet uit. We moeten dus even 3 aluminium erin doen. Oké. Skort. En eigenlijk moeten we dan ook nog even 6 molten electric erin doen. God dang it. Zo, there we go. Goed. Foutje moet kunnen wassen, maar goed. Ja, mij niet zoveel uit. Douw dit erin zonder van het lava, of course. Goed, de questboekjes. We hadden natuurlijk gisteren gezien dat we uiteindelijk ook nog een laser gun moeten gaan maken. Wat overigens fucking ziek is. Maar ik denk dat we nu eens even hier en daar nog wat questjes kunnen gaan voltooien. Maar dan denk je wel dat we met de Tools for Weapons bezig gaan in plaats van met de Getting Started. Hoewel de Getting Started is wel makkelijk natuurlijk om hier en daar wat te doen. Zoals dit en dat en zus en zo. En dit moet ik ook doen. Eigenlijk maakt het geen fuck uit. Je moet gewoon alles doen. Dat ik ook voor machine en equipment die we inmiddels hebben unlocked. Dus we moeten ook nog een batterij maken en alles. Laten we vandaag anders wat machine en equipment gaan doen. Fuck it. Laten we dat gewoon lekker gaan doen. Want zo zijn wij. Oké, machine en equipment. Wij moeten gaan maken een coal generator. Koolgenerator. En die maken wij door copper, een furnace, iron en een aluminium wire. En daarvoor hebben wij dus wol nodig met aluminium. Interessant, een wol met aluminium. Nou is het natuurlijk dat ik hier... Dit is brass aluminium. Ivar aluminium, oké. Maar heb ik überhaupt zoveel wol? Dit is clay. Zalt. Volgens mij heb ik dat helemaal niet zoveel wol. Dat heeft ermee te maken, als ik me niet vergis, dat wij natuurlijk een kist hadden die is opgeblazen. Waardoor we dus nu geen wol meer hebben. Maakt op zich niet heel veel uit. Want mijn idee is dan als volgt. Share mee. We pakken dit ding mee. We tp eventjes naar onze glide spot toe. Vlieg. En we vliegen gewoon even letterlijk gewoon lekker deze kant op. Wat hoor je nou voor geluid, joh? Oké. Geluidseffecten on point game. What the hell? Oké dan. Nou, dat dus mensen. Mocht je afvragen, Duff, wat hoor ik nou in godsnaam? Dat is onze glider. Tuurlijk. Ik ga dus even schaapjes scheren. Dan heb ik de... Oh, krijgen we er echt maar één van? Kom op. Oh, hier krijgen we dat meer van. Ik wil zeggen, dit is namelijk onze grootste kans om
relatief veel wol te krijgen in een korte tijd. We hebben er nu meteen ook al genoeg als het goed is. Dus dat is in ieder geval fijn. Dan hebben we tenminste genoeg wol. Dat is natuurlijk ook de reden waarom ik uiteindelijk een knipschaantje mee heb genomen. Ik denk van, als ik veel wol nodig heb, kan ik het maar beter op deze manier doen. Dan dat ik dadelijk die schaapjes ga killen. Want dan heb ik uiteindelijk veel meer schapen nodig. Hey, koppie. Wat wij dus nu weer kunnen doen, is we kunnen weer terug naar huis. TP, home. Terwijl we hier meteen weer het zoemende geluid horen. En dan kunnen we dus nu bezig gaan met aluminium. Is doen we daar, doen we daar. Oké. Okay. En dan pakken we nu ons aluminium. Allemagisch Adriaantje. Sorry mensen. Even kijken. Doe deze zo. En dan zo. En dan hebben we die ook alvast. Toppie. Wat hebben we dan allemaal nog nodig? We hebben dus nodig ons copper, iron en een furnace. Copper, iron en een furnace. Die hebben we hier nog in zitten. There we go. Mensen, jullie nou intussen een likeje aanklikken, dan komt dat helemaal goed. En ook je denkt, ja, maar Duffy, ben je niet ingelogd op mijn YouTube? Nee, maar daarom juist. Dus log even in op YouTube en klik even lekker een duimpje omhoog aan. En als je ook nieuw bent, klik ook meteen op het abonneerknopje. En het belletje, mensen. Het belletje, erg belangrijk. Want als je het belletje niet indrukt, dan kan je zo snel je geen meldingen krijgt. Just saying. Claim reward. There we go. Wow. Oké dan. Lava generator, een pump en een ender tank. Oké. En daarna gaan we moeten... Oké. Shit just got real. Een circuit fabricator. Advanced weaver, basic weaver. Oké. Een fast traveling. Craft a teleporters. These will allow you to travel between dimensions across dimensions. You build portals in a 3x3 way with a teleporter block in the bottom center. Oké. Dat is wel episch. En dit zijn... Big reactors. Hebben natuurlijk al een keer ervaring mee. Nice. I have to say nice. Het is alleen wel next level shit. Wait a second. Een windmill. Lachen. Gieren. Brullen. Een teleport. Laten we daar eens even naar gaan kijken. Een teleporter. Teleporter. Dat is dit ding. Ja, maar ja. Electronic circuit of basic dingen. Electronic circuit is gewoon met een iron plate, redstone en copper insert cables. Oké. Steel casing is steel. Osrium gebeuren allemaal. Oké, maar wait a second. Ik zeg ook nog andere dingen voorbij. Steel is allemaal steel. Of refined iron. Oké, maar goed. Dan moet ik wel eerst dus nu nog weer weten hoe je ook weer steel kon maken. Oké, dat kan in ieder geval dus wel in de Thinkers Construct. En dan moet je nog een teleporter core maken met atomic alloy. Ja. Oké, mensen, de teleporter laten we nog even voor wat het is, denk ik maar. Ik bedoel, I'm not quite sure. We hebben natuurlijk wel al die dingen, reactor, al dat soort dingen. Wacht, ik heb wel altijd überhaupt reactor. Pom. Ik denk, mensen, dat wij nu niet te hard van stapel moeten gaan. Oh, we moeten eerst even geslapen overigens. Ik denk niet dat wij nu te hard van stapel moeten gaan. En dat wij nog eventjes hier naar een basic questje moeten gaan voltooien. Voordat wij ons gaan storten op deze zware dingen. Terwijl ik ondertussen, jullie horen het al wel, mensen waarschijnlijk, even een slok moet nemen van de Campuccino. Dat is zeer schön, ja. Oké. Ik denk dat wij ons eerst nu bezig moeten gaan houden. Voor de zekerheid denk ik dan nog met wat standaard dingetjes. We hebben natuurlijk nu nog een coal generator. Dit ding kan dus heat uiteindelijk maken. En ik neem aan dat dan voor nog meer power gaat zorgen. Denk ik, al ga ik vanuit. Ik weet het natuurlijk niet, maar ik heb het hier natuurlijk tegenaan gezet. Dus ik denk dat in ieder geval sneller gaat als dit ding eruit halen. De generator steeds omhoog natuurlijk, want daar zit een stukje kooi. Nou goed, maakt helemaal niet uit. Ik weet niet waarvoor het is, we zetten dat gewoon even daar neer. Volgende quest. We gaan eerst even terug naar de wat makkelijker... Oh, science and research. Wait a second, we hebben een nieuw sector unlocked. Open. Starting advanced genetics. Een scraper. Scraper. Dat is dit ding. Iron met stone tools rod in geval. Oké. Sure. I mean, why not? No, I'm not. Even kijken hoor. Ondertussen even een klein beetje opruimen. Want ik heb weer zoveel troep
meer mensen, ik weet het, maar die toekie blijft ook maar komen wat dat betreft. Dat is een, het is toch niet normaal. Het is toch niet normaal, die mensen. Het is toch niet normaal. Zo, dan gaan we dat ook nog even op. Zo, zo, die daar neer, die daar neer. Zwaard, die doen we even zo. Top. Slaapzak altijd bij je hebben. Oké. Okay. Pak ik twee van deze. Want ik zag ze, deze kunnen ze ook al zo maken. Met een iron. Iron. Die doen we dan zo. En dan kunnen we dit ding al maken. Oké, there we go. Dan kunnen we dus nu weer een quest voltooien. Oh nee, wacht. Collect 20 skin skills. Craft a scarper, then use scarper on animal or mobs, which will give you skin skills for entities. Oké. Okay. Een luguber klusje, maar sure thing, I guess. Dus nu moeten we dit ding gaan gebruiken, bijvoorbeeld op deze creeper. Kan dat? Oké, je moet dus... Je moet daar dus rechte muisknop op doen. Oké. Okay. Rechte muisknop moet je op die beestjes doen. Dan krijg je dus inderdaad van die dingen. Dus als we hier nu een kip hebben. Ik weet niet hoe vaak je dat natuurlijk op een kip kan doen. Want een kip is natuurlijk een heel klein wezen. Maar. Hey yo, Lil Tokkie. Waar are u? Oké. Nou, die hebben we in ieder geval niet hier. Zo, 1, 2, 3. Dus dan gaan we even verder spieken. Oh, hoi. Hoi, wacht even kijken hoor. Au. Ja, ik weet dat je één bot hebt. Oké. Okay. Weet je, hij valt maar even lekker aan. Ik heb gewoon dit even nodig, klaar. Zo, en nu mag je dood. Ga dood. There we go. Oké, toppie. Boekje complete. Ja hoor, claim reward. Hoppatee, nice. Oké dan. En dan kunnen we dan dus delen. Wait a second, mensen. Is dit... Hetgeen in dit modpack dat wij daadwerkelijk via bepaalde, ik noem het maar even zo, een soort van cellen, zeg maar, dieren kunnen kweken. Is dat wat dit inhoudt? Want dat is namelijk kapot ziek. Dan kan je gewoon allemaal dieren craften op bepaalde manieren, doordat je ze op een bepaalde genetische manier, zeg maar, gaat samenvoegen. Correct me if I'm wrong, maar ik denk hier toch wel dat het is. Goed, dan zijn we dus nu bij de volgende quest aanbeland. Dan kunnen ze een creeper spawn krijgen en een skeleton. Dus is een DNA analyzer. In ieder geval een DNA analysator ding geval. DNA. Dat is dus dit ding. Iron met een manic fire. Okay, dat is weer met stone en glas. Oké, dat is dus letterlijk gewoon een vergrootglas. Stone en glas. Oké, stone met glas. Zo, oké. Dan moet daar dus omheen iron. Eén probleem is, we hebben niet zo heel veel iron meer. We hebben echt niet veel iron meer. Dat denk ik. We moeten dus eigenlijk... Als we het heel reëel bekijken... Iron is verzameld voordat we bezig kunnen. Want we hebben letterlijk nu niks. Dus wat we even moeten doen... Dus we moeten even één ding... Ik ga nu eerst even dit doen. Mine deep. En wat ik doe is... Ik pak even wat iron mee... Zodra ik het zo meteen zie. Dan ga ik dat omsmelten. Maar wat we dus moeten doen, mensen... Eigenlijk, we moeten dus eigenlijk nog eventjes een mining video gaan maken. Want het is heel simpel. We hebben natuurlijk gewoon supplies nodig. En jullie weten het. Minen doe ik gewoon... ons video. En dat doe ik ook gewoon daadwerkelijk gewoon... dat jullie het allemaal zien. En waarom? En waarom niet? Dus waarschijnlijk kunnen jullie vandaag om 12 uur... een extra Space Astronomy video verwachten, mensen. Waarin wij weer gaan minen, weet ik het allemaal. Omdat wij gewoon op dit moment extra supplies nodig hebben. We zijn natuurlijk nu hard bezig met dingen te craften... en te questen, wat ook allemaal. En daar hebben we gewoon veel supplies voor nodig, kortom. Er komt om 12 uur een extra video online... waarin wij supplies aan het verzamelen zijn. Want wat ik zeg, we hebben het gewoon nodig, blijkbaar. We zijn nu al zover bezig dat we gewoon... Ja, extra supplies nodig gaan hebben. Dus we gaan lekker dadelijk nog even een mining videootje erbij gooien. Want wat ik zeg, het is gewoon nodig. Wat dat betreft, in de tussentijd vult dit ding zich lekker op. Ik haal hier wel even het cold drive. En ik weet niet of het nodig is dat ding daadwerkelijk aanstaat. Ik bedoel, ik snap de meerwaarde op dit moment niet van dat ik het aan heb staan. Duurt wel even lang dit, maar goed. Zal ik me ook bedenken. We hebben natuurlijk nu al die extra shared bricks gemaakt. Ja, waarom, hè? Dan niet gewoon ook gebruiken. Ik bedoel, als we dit namelijk gewoon erop flikkeren... Voor de mensen die afvragen, waarom doe je dat? Nou, ik zal het laten zien. Zie je, hoppatee, hebben we meer extra usage. Kortom, des te hoger wij dit ding gaan maken, des te meer dingen wij erin kunnen omsmelten. En des te sneller natuurlijk uiteindelijk dingen gaan. Want hey, we kunnen natuurlijk alleen maar meer dingen erin storen. En dat is natuurlijk belangrijk. In ieder geval, vind ik. En zo. Hoger dit kunnen we nu in eerste instantie nu niet maken. Want we hebben natuurlijk niet genoeg om nog een rand erop te zetten. Maar
zoals je gezien, we hebben nu tenminste dingen wat helemaal naar beneden kunnen scrollen. Dus dat ziet er in ieder geval wel goed uit. Zo. Wat we ook meteen gaan doen is meteen hier nog even wat supplies uitpakken. Ja, dit gaat waarschijnlijk wel allemaal samenvoegen. Weet ik het allemaal. Mensen dat weer bepaalde rare dingen gaan krijgen. Dat is overigens niet helemaal de bedoeling natuurlijk. Dus wat we gaan doen is... Ik denk dat we eens even allemaal aluminium erin gaan flikkeren. En als dat dadelijk omgesmolten is, gaan we dan door met het volgende. Weet ik het allemaal. Om op die manier alles toch apart omgesmolten te krijgen. Maar goed, we hadden nu natuurlijk gewoon even een beetje iron nodig. Dankjewel. En dan kunnen wij doorgaan met het ding te craften. Zo. Dit hier allemaal omheen. Dat ding in het midden. En there we go. DNA analyst in geval. Change skins. Of change cells. In. Oké, dus we moeten cells gaan maken. Wat is een cel? Een cel. Dat zijn deze dingen. En hoe gaan we die in godsnaam craften? Oké. We kunnen een boekje ermee gaan maken. Maar dat lijkt me niet helemaal nodig. Misschien moeten we hier gewoon deze dingen in flikkeren. Ik heb geen idee. Heeft dit iets van power nodig of iets? Oh ja, zie je het al, RF. Er staat letterlijk RF bij, oké. Het heeft dus power nodig. Dan pakken we eens even dit ding. En dan zetten we dan eventjes hier neer. En natuurlijk, mensen zijn allemaal heel dicht bij elkaar. En weet ik het allemaal, I know, maar fuck it. Gaat dit dan nu werken als we dit erin doen? Het antwoord is ja. Oké, nu is natuurlijk de vraag, gaan we hier uiteindelijk cells uit krijgen? Als het namelijk zo is, dan hebben we in ieder geval, ik wil niet zeggen de boel gefixt, maar dan weet je in ieder geval wel, hey yo, het werkt. En dat is natuurlijk belangrijk, want daarom proberen we dit soort dingen. Wel grappig om te zien, mensen, dat we dus nu al relatief zoveel power dus inderdaad nodig hebben voor al dit soort dingen. Ik vind het wel geniaal en nice tegelijkertijd. Gewoon deze generator, zeer goede tip van de kijkers. Dank jullie wel daarvoor. Je ziet ook hoeveel power dit kost om deze skin cells te maken. Maar gaan we hier nu uiteindelijk cells van krijgen, ja of nee? Het antwoord is ja. En ook nog eens een keer organic drop. Oké, nice. Wat ik nu even meteen nu kan testen is natuurlijk het volgende. Als ik dit ding nu hier tegenaan zet, zo. Komt er dan meer power in? Ja, want dit ding gaat dan inderdaad power leveren. Dus kortom, dit ding aanzetten is wel handig om dus te doen. Mooi, zo staat dat ook aan. En dan gaat het in ieder geval door. Goed, dan gaan wij dus om 12 uur lekker minen. Kan in de tussentijd natuurlijk worden er een stuk of 20 cells gecreëerd, wat dan ook allemaal. En dan kunnen we door met de questen. Het begint nu wel serieus te worden met deze dingen. Rare dingen ook vooral wat we moeten maken, maar ik heb wel heel veel zin in. Alleen nou is het dus zaak om nog wat supplies eraan te verzamelen. Dus dan wordt lekker minen om 12 uur. Voor nu mensen, allemaal enorm bedankt voor het kijken naar deze video. Mocht je het leuk hebben gevonden, doe het ook allemaal even lekker dat duimpje omhoog gaan klikken. Als je nieuw bent, abonneer, welkom. En mensen, tot vanmiddag.